Sinds 7 uur vanmorgen blokkeert deze vuilniswagen de toegangspoort van afvalintercommunale Ivago in Gent. Een deel van het personeel besliste om vanmorgen niet aan het werk te gaan. De reden voor de spontane staking ligt bij een beslissing van de directie om 4 tijdelijke contracten niet te verlengen. De betrokken personeelsleden zouden het niet zo nauw genomen hebben met de veiligheidsvoorschriften tijdens de werkuren en de beelden ook verspreid hebben via sociale media. Vakbonden en directie gingen vanmorgen meteen met elkaar in overleg, maar de dialoog verloopt moeizaam. Regels zijn er om nageleefd te worden, vinden ook de vakbonden, maar de manier waarop de mensen aangepakt worden kan niet door de beugel, vinden ze. Van de morgen heeft het personeel het werk neergelegd en we stellen vast dat dat hier nu al 15 jaar hetzelfde probleem is. 2 maten, 2 gewichten. Er is nu met de afgelopen tijd een ernstige vertrouwensbreuk. En ik denk dat het voor de mensen het vat af is. Ik denk dat het heel duidelijk is dat wij op een correcte manier willen samenwerken. En het gaat hem over wederzijds respect. Nogmaals, benadruk een wederzijds respect. Maar ik stel vast dat het respect zoek is. En als er zaken verkeerd zijn, heeft de directie altijd het recht om dat op een menselijke, correcte manier te zeggen. Maar niet ons proberen voor de kar te spannen om te zeggen, ja, de vakbond vraagt sancties, maar vragen wij geen sancties. En ik vind dit ongehoord. De spontane stakingsactie bij Ivago heeft een grote impact op de afvalophaling in Gent en Distelbergen. Ook de recyclageparken bleven de hele dag dicht. Doordat een deel van het personeel bij Ivago vandaag niet aan het werk is gegaan, stropt ook het sociaal overleg, zegt de directie. We hopen zo constructief mogelijk verder in dialoog te gaan en een aantal zaken ook concreet te kunnen maken. Er is een aanleiding voor deze actie waarvan wij begrijpen dat dat gestoeld is op het feit dat er een aantal mensen die onveilig gedrag hebben gesteld, een contract die tijdelijk was, niet wordt omgezet naar een onbepaalde duur. Dat ligt natuurlijk voor ons als werkgever zeer moeilijk in de zin dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar onze eigen werknemers aan de ene kant, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben naar verkeersveiligheid toe. Gent breed. Dus dat is voor ons wel een moeilijke, maar er zijn een aantal zaken die we wel degelijk verder kunnen vastpakken en waar we wel degelijk dialoog over willen voeren. Dus ik hoop dat we vandaag verder concreet kunnen gaan om een aantal zaken vast te pakken. Want een staking is voor niemand fijn, ook voor degenen die vandaag effectief ook aan het staken zijn. Dus dat was vooral kijken hoe dat we het voor de Gentenaars, maar ook voor de werknemers bij Ivago zo concreet mogelijk kunnen oplossen. Vakbonden en directie zullen morgenochtend opnieuw met elkaar in overleg gaan. Personeelsleden van Ivago zouden morgen wel opnieuw aan de slag gaan en de dienstverlening zal verlopen zoals gepland. Ivago roept alle inwoners van Gent en Distelbergen op om het afval terug binnen te zetten.